Goedenavond. U kijkt of luistert naar Goolse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Vandaag gepresenteerd door Gonnie Sperman en mijn naam is Marjolein Kuppers. Met vandaag als gasten Tess van de Wiel en Monique van Stappershoef over de rol van de partner van een burgemeester, vroeger en nu. En Simon van Laarhoven brengt de muzikale hulde aan Huub Hermans, goorlenaar en medetekstschrijver van de meest succesvolle editie van de Goolse Revue, die in de 80er jaren maar liefst 12 keer werd uitgevoerd. Allereerst, zoals u gewend bent, brengt Gonnie ons het belangrijkste nieuws uit de gemeenteraad. Gonnie. Nou, niet veel nieuws vandaag, Marjolein, maar wel wat over de nieuwe plannen voor de toekomstige woonwijk De Bakertand. Vorige week vertelde ik al dat het college van BNW de raad een notitie had doorgestuurd van Bakertand BV, met daarin twee voorstellen voor een totaal andere opzet van het plan, met veel meer woningen dan oorspronkelijk was voorgesteld. Dit om geld te genereren voor de verplaatsing van Primagas en om tegemoet te komen aan de wensen van de raad voor meer goedkope huur- en koopwoningen. Inmiddels heeft het college zelf besloten wel in te stemmen met 45 woningen extra, waarvan de opbrengst de verplaatsing van Primagas mogelijk moet maken, maar niets te zien in het verhogen van het aantal woningen tot 550 of zelfs 600 in het eerste deelgebied. Het college vindt dat er dan de komende jaren veel te veel woningen tegelijkertijd op de markt komen. In de Zuidrand komen er ook nog eens, hè, ongeveer 400. Men wil ook nog ruimte overhouden voor het bouwen van woningen op kleine en individuele locaties in het dorp. En ook zegt het college dat voor wat betreft het aantal sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen, Bakertand BV heeft afgestemd met Woonstichting Leistomen. Het college wil dus vasthouden aan een groene en dorpse wijk. En we hadden hier vanavond al graag over gepraat met een aantal raadsleden. Ik kijk even met een schuin oog naar Tess. Maar die zijn zich nog aan het beraden en hebben nog niet allemaal kunnen terugkoppelen. Dus dat doen we later. Op 28 januari vindt er een oordeelsvormende vergadering plaats. En op 18 februari dus, zou er een besluit genomen moeten worden over het aangepaste koersdocument Bakertand. Of Bakertland, hè, zoals het nog officieel heet. In zijn nieuwjaarstoespraak beloofde onze burgemeester het al. Onze brieven en teksten moeten duidelijker worden, voor iedereen begrijpelijk. Daarom ondertekende hij gisteren samen met gemeentesecretaris Jolie Hasselman de landelijke direct duidelijk deal. En hiermee begon de campagne Heldere Taal. Iedere gemeentelijke medewerker volgt nog dit jaar een schrijfcursus en ook worden de standaardbrieven aangepast. Bij de bewoners zal worden gecheckt of die brieven begrijpelijk zijn. Want duidelijke taal is het beste voor iedereen, aldus de burgemeester. Wat zou je willen behouden en wat moet er veranderen aan de woonomgeving in Goorlen? Als je mee wil denken over hoe Goorlen er de komende jaren uit moet zien, moet je snel zijn. Tot morgen kun je je opgeven voor de bijeenkomst over de omgevingsvisie die volgende week donderdagavond gehouden wordt in het gemeentehuis. Ook kun je op de site van de gemeente alvast een online vragenlijst invullen. Want de gemeente wil namelijk graag zoveel mogelijk inwoners betrekken bij het ontwikkelen van nieuwe plannen. En dat is alleen maar positief, denk ik. Absoluut, ja. Ja. Nou, zie je, dat was het, hè? Niet echt. Nou, dat was een snelle. Nou, dankjewel, Gonnie. Een aantal zaken wordt zeker vervolgd. Dus ook in Goolse Kringen zullen deze onderwerpen weer terugkeren. Dankjewel. We gaan over naar onze volgende gasten. En dat zijn Tess van de Wiel en Monique van Stappershoef. Welkom in de studio. We hebben afgesproken om van tevoren om elkaar te tutoyeren. Dat gaan we dus ook doen. Eigenlijk een heel bijzonder onderwerp. En de redactie van Goolse Kringen werd getriggerd door een verhaal van Tess. Je hebt een tijd in Ierland gewoond. En iedere week had jij een uitgebreid telefoongesprek met jouw oma die in Nederland woonde. En jouw oma is de vrouw van jouw opa. Ja. En hij was ook een politiek figuur, net zoals jij. Alleen landelijker bekend. Ja. Hij is een tijdje in het kabinet Zijlstra minister geweest van volkshuisvesting. En jouw opa is daarna burgemeester geworden een heel aantal jaren in Eindhoven. Ja. En van al die gesprekken die je hebt gevoerd met jouw oma, heb jij een bundeling van verhalen gemaakt. Je hebt de notities gemaakt van die gesprekken. En dat triggerde ons in ieder geval heel erg. Van nou, wat was nou haar rol in die tijd als vrouw van een politiek publiek figuur? En toen dachten wij, hoe leuk zou het zijn om dat verhaal te combineren met een moderne burgemeestersvrouw. Dus wij hebben onze stoute schoenen aangetrokken en hebben een eerste gesprek gevoerd met Monique van Stappershoef over
jouw rol en jouw eerste ervaringen de afgelopen jaren als vrouw van Mark van Stappershoef, onze burgemeester. En daar willen we graag op doorpraten tijdens deze uitzending. Tess, heb ik het een beetje goed samengevat? Ja, eigenlijk wel. Ik heb inderdaad, toen ik in Ierland woonde en ik had een kleintje, die was net geboren en ik had zo wat tijd om handen, zullen we maar zeggen. En nou hebben veel mensen die opa's of oma's hebben en daar kletsen ze, of die als ze die zien, dan wordt daar vaak veel over vroeger gepraat en het gaat altijd maar over vroeger en zo. Maar mijn oma die vertelde juist nooit over vroeger, die was zo bij de tijd altijd en die had het alleen maar over actuele zaken en inderdaad politiek en zo. Terwijl als er dan eens een keer zo'n klein vlagje van het verleden naar boven kwam, was dat razend interessant. Dus ik dacht, ik wil daar gewoon meer van weten, want die heeft een interessant leven gehad. En ik heb haar gevraagd of ze het leuk vond als ik haar zou zeg maar interviewen hierover. En ze zei, nou vooruit dan maar, laten we dat maar doen. Je hebt het ook echt in een interviewvorm met haar aangepakt. Ja, ik ben haar gewoon gaan bellen. Ik heb alles ook opgenomen, echt letterlijk met een dit zijn andere tijden. Met een cassettebandje. Ja, zoiets, ja. Ik heb het daarna alles letterlijk uit zitten typen en zo. Maar ik ben gewoon begonnen bij haar geboorte, zullen we maar zeggen, bij haar ouders. En ben ik zo door haar hele leven eigenlijk gegaan. En jouw oma is in 1918 geboren? 1918 geboren, net voor het eind van de Eerste Wereldoorlog. Ja, dus die heeft de hele vorige eeuw eigenlijk meegemaakt. Die heeft de hele vorige eeuw, ja. Het zullen best lange telefoongesprekken zijn geweest. Ja, het was ongeveer, ik denk iedere week een uur en dan een jaar lang of zo. Ja. Geweldig. Een half. Ik weet het niet precies, maar het duurde best lang, ja. Uh-huh. Ja. En van het begin af aan begonnen, dus? Ja. En dan vaak nog met baby op schoot en zo. Nou, het was apart. Ja. Chronologische volgorde. Mm. Wat is in grote lijnen haar ervaring als vrouw van de burgemeester? Voelde ze zich zo lang in die rol of juist helemaal niet? Ja, heel erg wel. En kijk, zij heeft zelf nooit gestudeerd of iets dergelijks. Mm-hmm. Daar was in die tijd ook geen sprake van. Mm-hmm. Dus zij heeft, nadat ze gewoon naar school is geweest en op de middelbare school zat ze ook al op kostschool. Maar heeft ze nog zo'n jaar bij van die Duitse nonnen gezeten in Limburg. Waar ze noemt het zelf, het was een school om je op te leiden voor het volle leven. Ja. Dus daar heeft zij gewoon geleerd wat het is om een brave echtgenoot te zijn. Denk ik, ja goed, je... Ja. En, Dat is een heel andere tijd geweest. Ja. Nee. Dus zij heeft volgens mij een paar maanden of zo ergens ooit eens in een apotheek gewerkt. Ja. Maar het was heel duidelijk. Op een gegeven moment ging zij trouwen en ze was toen nog heel jong, 21 of 20 of zo. Mm-hmm. En dus stopte zij met werken. Ja. En dan ben je de vrouw van. Ja. Anders is het niet. Ja, zij is letterlijk ook echt de vrouw van geweest. Ja, en die invulling heeft ze ook gegeven. Monique, jij bent nu een paar jaar de vrouw van. Ook de vrouw van. Voor onze burgemeester. Maar ik ben ook wel gewoon Monique. Vertel eens. Want jij bent vrouw van, natuurlijk. Ook een publieke figuur geworden. Ja. Maar daarnaast heb jij je eigen maatschappelijke carrière ook. Wat doe jij in het dagelijks leven? In het dagelijks leven ben ik... werk ik op een school, op een middelbare school. Daar doe ik de leerlingadministratie. Dat doe ik part-time, 2,5 dag. Eerst heb ik lang voor onze kinderen gezorgd. We hebben 4 zonen. Mm-hmm. En hoe gek het ook klinkt, mijn oudste zoon die wordt 29. Maar in die tijd wilde ik part-time blijven werken. Maar ik had toen nog een directeur. Ik werkte toen voor een gereedschappenindustrie. En daar was het of alles werken of helemaal niets. Ja. Dus part-time was toen eigenlijk ook nog heel uitzonderlijk. Dat is 29 jaar geleden. Ja, en dan praat je nog maar eigenlijk over 29 jaar geleden. Ja. Dus dan zie je toch wel weer dat er toch wel weer een hele hoop veranderd is. Ja. Nou, toen heb ik de keuze gemaakt om te stoppen met werken. Want ik kreeg een kindje. En fulltime blijven werken, dat wilde ik niet. Nee. Nou, is maar goed ook. Want daarna zijn er nog 3 geboren en daar had ik mijn handen aan vol. En ik ben weer gaan werken toen mijn jongste zoon... naar groep 4 ging. Ja. En toen ben ik zo via weer aan een baantje gekomen. En uiteindelijk werk ik nu 13 jaar op het praktijkcollege in Tilburg. Ja. En toen zag Mark zijn maatschappelijke carrière er ook heel anders uit. Ja. En wat was jouw gedachte, jouw eerste reactie of jouw eerste gedachte... toen Mark het groene licht kreeg om inderdaad hier als burgemeester beëdigd te worden?
Want dat hield ook heel veel in voor jouzelf en voor je gezin. Ja, nou, weet je, het is nooit echt een hele carrièreplanning geweest. Je trouwde eigenlijk met een politieman, hè? Ja. Ja. Dat is iets anders. Ja, ja. En, wij zijn high school sweethearts. Hè. We hebben elkaar leren kennen op het Melville College. En in de derde klas. En dus we zijn ook een beetje samen groot geworden, zullen we maar zeggen. En hij is toen naar de politieacademie gegaan en begon inderdaad als politieman. En uiteindelijk bij de gemeente gaan werken, veiligheidscoördinator in Tilburg. Ja. Uiteindelijk naar provinciehuis gegaan, kabinetchef. Ja, en toen kwam hij dus in aanraking met al die burgemeesters en burgemeesterszaken. En daar wordt natuurlijk thuis ook wel over gesproken. En in de loop der jaren werd er zo wel eens gezegd van, goh, zou ook wel iets voor jou zijn. En toen zijn we daar zo eens een beetje over na gaan denken. Van nou, zou dat iets zijn? Zag je dat meteen zelf al zitten? Nee, niet meteen. Nee? Want dan is het toch wel een beetje zo de vraag van, goh, kan ik dat wel? Het is best wel een stap die je gaat maken. Mm-hmm. Ja, en je hebt er wel een idee van, maar je weet toch eigenlijk niet in de praktijk hoe dat helemaal werkt. En Mark weet er natuurlijk meer van dan ik. En wat zei jij tegen hem? Want dan was ik daar eigenlijk wel benieuwd. Nou, wat ik zei van, goh, nou ja, laten we het proberen. Maar dan wel in Goorlen. Ja. Nou, gelukkig kwam dat voorbij. Maar goed. Nou ja, die trein kwam dus inderdaad voorbij. Ja. En toen heeft hij meegedaan. En dat was een spannende tijd. En als dan uiteindelijk het verlossende telefoontje komt, dan is het echt wel zo. Oh, jeetje. Ja, nou wordt het wel echt heel echt. Ja, maar jij kreeg daarmee meteen ook een nieuwe baan. Want dat wordt van jou ook wel wat verwacht. Ja, ik zeg ook altijd wel, ik werk wel, ja, maar dit is wel mijn tweede baan. Ja. Weet je. Wat is het belangrijkste in dat aspect als vrouw van de burgemeester? Wat kom je allemaal tegen? Waar word je verwacht? Of wat wordt er van je verwacht? Nou, in principe wordt er niet per se iets van mij verwacht, maar wij kiezen er wel samen voor om samen ook die rol in te vullen. Ja. En dan heb je het dus vooral over bezoekjes naar verenigingen. Alles wat er maar in het dorp speelt en waar de burgemeester bij is, probeer ik wel zoveel mogelijk bij te zijn. Kijk, door de week gaat me dat niet lukken, want dan werk ik zelf ook en dan. Dan gaat dat niet. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk ook mee te gaan. En dat is ook heel erg leuk, want dan kunnen we het ook samen delen. Ja. Ja. Mm-hmm. Kijk, Mark heeft gewoon een hele drukke baan als burgemeester. Kost heel veel tijd. Hij is veel weg. En dus is het ook heel leuk als je samen ook dingen kunt doen. En daarnaast vind ik het ook wel gewoon heel belangrijk om dat samen te delen. Je maakt zoveel dingen mee en je ontmoet zoveel mensen. Dan is dat toch wel heel fijn als je dat samen kunt doen. Ja, was dat ook gebruikelijk bij jou, oma Tess? Ja, nou, heel erg. En wat jij zegt, dat heeft mijn oma ook letterlijk gezegd, van het is eigenlijk ook een baan. Ja. Want dat speelt in de 60 jaren, zeg ik maar even grof, 50, 60 jaren. 60 jaar. Ja. Wanneer is jouw opa burgemeester geweest? 59 tot 73. 59 tot 73. Ja, met een tussenhuis. In dat kabinet Zijlstra. Ja. Een hele tijd dus ook, hè? Ja. En zij gaf ook aan van dat ze voor van alles gevraagd werd om erevoorzitter hiervan te zijn of beschermvrouwen daarvan, openen van kleuterschooltjes en dat soort dingen. Daar werd de burgemeestersvrouw voor gevraagd en blijkbaar niet de burgemeester. Ja, dat is dan wel weer een verschil. Ja. Ja, en ze had inderdaad ook een hele rits kinderen. Een aantal was al het huis uit. Ja, ze hadden er 6. Ja. Maar bij hen was het dan weer zo dat die zaten bijna allemaal op kostschool. En dat was er dan ook in die tijd. Ja. Van de en hoe vond ze het? Hoe vond ze het? Geeft ze dat ook aan? Ja. Hoe vond ze het om dat te doen? Om dat te doen. Ja, ja, ze vond het geweldig. Ze vond het heel erg druk. En ze gaf ook aan dat ze dat soort dingen bijvoorbeeld, dat ze wel probeerde om niks thuis ooit te hebben. Hè? Want af en toe was het blijkbaar in die tijd dan wel gebruikelijk dat er af en toe borrels bij mensen thuis waren. En dat probeerde ze dan toch wel weg te
houden, zeg maar. Maar om zelf die rol te vervullen, dat vond ze hartstikke leuk. En bijvoorbeeld, kijk, mijn opa was een Fries en zij zelf kwam uit Utrecht. En ze kwamen dus in Brabant terecht. Eerder al in Bergen op Zoom en nu dan in Eindhoven. En wat zij gedaan hebben, en dat was wel heel sterk van ze, en ook gelukkig genoten ze er ook van, is dat ze zich helemaal in het carnavalsleven gestort hebben. Ja, dat is kei leuk. Ik bedoel, vertel mij wat. Als Fries en als Utrechtenaar is dat natuurlijk heel bijzonder. Maar dat is wel heel bijzonder. Ja, goed, als je een beetje in de Brabantse wil inburgeren, dan is dat wel een hele goede keuze om carnaval te gaan vieren. Ja, maar ze vonden het blijkbaar ook leuk. Dus dan is het... Je moet het ook wel leuk vinden. Dat hoor ik dus nu ook terug van jouw oma, dat ze het ook leuk vond. Ik vind het ook leuk. Ja. Als je het niet leuk vindt, dan word je er heel erg diep ongelukkig van. Want je bent gewoon 24/7, zit je in die rol. Als ik door het dorp loop, dan ben ik wel Monique. Maar mensen zien mij wel als de vrouw van Maurits, de vrouw van de burgemeester. Dus spreken ze je er ook op aan? Proberen ze wel eens iets te vragen? Soms. Sommige mensen twijfelen dan een beetje. Die komen dan zo van... Jij bent toch de vrouw van de burgemeester? Ja, lukt. Ja. Oh ja, dat dacht ik al. Nou, zie je wel. Dat zei ik toch. Zo, dat soort dingetjes. Of mensen maken wel eens een opmerking over als we ergens geweest zijn. Of goh, dat het leuk was. Of kijk, over inhoudelijke zaken. Dat doen ze ook niet. Nee, maar dat heeft ook helemaal geen zin om met mij over inhoudelijke... politieke ze zouden het kunnen proberen natuurlijk. Ja, dat kan. Dat gebeurt niet. Nee. En vroeger helemaal niet, denk ik. Hè. Dan zou dat echt nodden geweest zijn. Ik denk dat de afstand ook veel groter was toen tussen een burgemeester en de inwoners. Ja, lijkt me. Maar inderdaad, het waren heel andere tijden. En het waren ook best wel roerige tijden. Dus af en toe kwam dat openbare leven wel heel dichtbij. En... Ik wil dadelijk inzoomen op de roerige tijd, de rol van de burgemeestervrouw heeft een keerzijde. Hè? Er gebeuren ontzettend veel leuke, aangename, feestelijke dingen waar je de uitnodigingen voor krijgt en waar je bij betrokken bent. Maar er zit ook zeker wel een keerzijde aan, daar willen we dadelijk op inzoomen. Maar zullen we eerst overgaan naar een muziekje? Ja, want Monique, jij had een heel mooi verzoekprogramma. Ja, jullie vroegen aan mij van, goh, heb je een liedje wat je graag zou willen horen? En toen schoot me eigenlijk te binnen dat ik wel heel graag het nummer This Melody van Julie en Claire zou willen horen. Want dat doet me aan mijn vader denken, Joop van Gemert. Heel lang ook actief geweest bij de lokale omroep. Hè, als bestuurder. Ik weet niet. En programmamaker, regisseur. Ja. Door hem ben ik zelf ook toen ik 19 was of zo, bij de lokale omroep terechtgekomen. En daar hele leuke... momenten beleefd. En nu ik weer zo terug ben hier in het honk, waar ik toch ook wel heel wat jaartjes doorgebracht heb, wil ik eigenlijk ook een beetje als eerbetoon. Mijn vader leeft niet meer, die is 14 jaar geleden overleden. Maar mijn moeder zit wel te luisteren en wij vinden dit gewoon een heel mooi liedje. Nou, dus graag zou ik dat willen horen. Geniet ervan. Dank je. We zijn in gesprek met Monique van Stappershoek en Tess van de Wiel over de rol van de burgemeestersvrouw vroeger en nu, welke verschillen er zijn en welke overeenkomsten, want die zijn er daadwerkelijk zeker wel, hebben we al geconstateerd. Ja, inderdaad, het leuke, hè? Dus de dingetjes waar je naartoe gaat. Jouw oma deed ook dingetjes, die doet ook wel eens wat alleen. Dus, maar dat is hartstikke leuk om te doen. Dat is zeker ook leuk om te doen. Maar aan de andere kant, je hoort steeds meer verhalen over beveiliging van burgemeesters, aanslagen... bij burgemeesters thuis of auto's of noem maar op. Welke ervaring heb jij daarmee? Ja, dat is inderdaad wel de keerzijde. Ik weet nog wel uit de periode dat Mark nog kabinetchef was, dat burgemeesters bedreigd werden en hoe dat dan zo'n beetje in zijn werk ging en wat eraan gedaan werd. Maar ja, dan is het op zich nog wel redelijk ver van je bed show. Je weet het, dat het bestaat, maar... op het moment dat je het echt zelf aan de lijve gaat ondervinden, is dat toch een heel ander verhaal. En nou ben ik gelukkig niet zo heel erg bang aangelegd. Maar toen wij onze eerste bedreiging kregen en waar ik ook met naam en toenaam in werd genoemd. Terwijl ik helemaal niks van doen had met het hele verhaal niet.
Toen was ik wel heel erg geschrokken. En dat is toen ook allemaal uitgezocht. Dat is ook een reden geweest dat de politie geadviseerd had om ons huis helemaal te beveiligen. Dat gaat dan in samenspraak ook met de raad. En dan wordt je huis beveiligd. En dat was helaas nodig. Mm-hmm. En ja, en dat doet natuurlijk wel wat met je. Ik heb in het begin, keek ik s'avonds voordat ik naar bed ging, keek ik even naar de overkant in de straat van welke auto's staan daar. Oh, nou, dat is, want je weet ongeveer wel een beetje welke mensen in jouw straat welke auto's hebben. Nou, dan keek ik daarnaar, zie ik niks geks. Of als ik met de hond ging lopen en ik hoorde voetstappen achter me. Ik denk, oh gos, dan liet ik de hond maar een beetje snuffelen. En dan draaide ik zo een beetje nonchalant om te kijken wie er achter mij liep. En dat heeft wel even geduurd. Het was vrij in het begin, geloof ik. Ja, dat was al vrij snel toen, maar ik was toen nog niet zo heel erg lang burgemeester, een paar maanden, denk ik. Toen dat speelde. Hoe leer je daarmee omgaan? Ja, ik kan er wel mee omgaan. Ja. Kijk, Mark en ik kunnen er goed over praten. Ik weet dat we goed in de gaten gehouden worden. Dat geeft me, eigenlijk sinds dat ons huis ook beveiligd is, geeft me dat ook wel een heel veilig gevoel. Ja. En ik weet dat als ik zou bellen, we staan gewoon geregistreerd. En dan wordt er gewoon snel actie ondernomen. Dus ik weet dat in de achterhoede mensen paraat staan. Maar goed, dat is wel, wel schrikker als dat de eerste keer jou gebeurt. Ja, en dat lijkt me ook wel eng, omdat het gevolg is. En het gevolg is van de keuze van je man voor een bepaalde baan. En dan komt het opeens toch je privésfeer ook echt helemaal in. Ja. En dat lijkt me heel ingrijpend. Ja, dat is het ook. En ik neem aan dat je je ook niet wilt laten belemmeren daardoor, of wel? Nee, dat doe ik ook niet. Nee. Dat doe ik ook niet. Dus, maar ja, als je echt zo'n boodschap krijgt waar je zelf in genoemd wordt, dan is dat wel, dan komt dat wel heel erg binnen. Kijk, het is toch anders als het alleen op markt toegespitst zou zijn. Mm-hmm. Maar nu komen ze ook echt en ik weet waar je woont en ik weet dit en ik weet dat, ik weet dus zo. Nou, dan komt dat heel erg dichtbij. Ja. Maar ik laat me daar niet door afschrikken. Nee, want daar ben je type ook niet naar. Nee. Dat is alleen maar goed. Maar ik vind het wel heel jammer dat het gebeurt. Ja, dat is de keerzijde. En wij zijn niet de enige. Er zijn meer burgemeesters, maar ook wethouders of raadsleden. Of, ik bedoel, er worden heel veel mensen tegenwoordig ook bedreigd. Maar goed, in het kader van nu, zeg maar, de vrouw van de burgemeester zijn. Ik vind het, dat vind ik wel heftig. Ja, dat begrijp ik heel goed. In de nieuwjaarsreden van Mark. Ik gaf hij eigenlijk ook wel een hele duidelijke boodschap af. Heeft ook wel te maken met de verruwing van de maatschappij. Ja. En dit soort gemakkelijke uitingen. Gemakkelijke uitingen, maar die ontzettend veel impact hebben. Ja. Dat kan gewoon niet. Nee. Dat vinden wij met z'n allen denk ik wel. Ja. En gelukkig vindt de gros van de mensen vindt dat natuurlijk ook zo. Ja. Dat niet zo hoort. En gelukkig is het zijn nog maar uitzonderingen. Maar je hebt er wel mee te maken. Dus het is maar een klein clubje mensen die zo in elkaar steken. Maar het gebeurt wel. Ja. En ik bedoel, ik ben ook mens. Het is wel ook, en dat gaat ook over vervelende uitlatingen, vervelende scheldwoorden. Ja. Ik denk, joh, maar het is wel mijn man gewoon. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is helemaal niet leuk. Het is ook de vader van mijn kinderen. Ja. Het is niet leuk. Nee, dat wil je helemaal niet horen. Nee. Het houdt me niet de hele dag bezig, maar goed, als je daarna informeert, kan ik daar wel iets van zeggen en ook iets van vinden. Ja, dus. En Tess, jouw oma heeft het al heel lang geleden zelfs meegemaakt. Ja, inderdaad. Nou denk ik inderdaad dat dingen zoals openbare scheldpartijen en zo, dat niet zo aan de orde van de dag was. Maar goed, er waren toch wel roerige tijden en in Eindhoven was er zo'n jeugdbeweging. De rode jeugd. En die hebben meerdere aanslagen gepleegd op verschillende personen in Eindhoven. Ja. En onder andere ook op mijn opa, inderdaad. En dat was ook niet alleen op hem als persoon gericht. Eén keer hebben ze een kneedbom onder zijn auto geplakt. Zo. En die is niet afgegaan. Mm-hmm. En dat is natuurlijk verschrikkelijk schrikken. Ja. Maar een andere keer hebben ze een bom door de ramen gegooid van hun huis. Ja, die is ook ongedaan gemaakt. Dus niet ontploft. Maar wel een aanslag uiteindelijk. Ja, het lag in de hal, zeg maar. En weet je nog hoe jouw oma daarop gereageerd heeft?
Nou, mijn oma die is echt voor niks of niemand bang. Ja, kijk, dat heb je nodig als vrouw. Ja. Ja, dus, ja, ik vind dat soort dingen gewoon belachelijk. Ja, nou ja, dat kan ik me alleen maar bij aansluiten. Ja, kan je oma een hand geven. Dat... Ja, ze heeft ook een keer, want ze is al vrij jong weduwe geworden eigenlijk. Want in 1973 is mijn opa dus overleden. Ja. En sindsdien heeft ze altijd alleen gewoond, in Eindhoven ook. En ik weet nog inderdaad, er was een mooi verhaal van een inbreker... die daar met een panty over zijn kop bij haar over het platte dak naar binnen was geweest. En, zij hoorde dat en ze deed de deur open van haar binnentuin. Dus die man was in haar binnentuin. En ze heeft toen gewoon naar hem, tegen hem gegild. Wat doet u hier? U hoort hier helemaal niet. Ga weg. En ze was dus... Helemaal niet bang. Met zo'n kerel met zo'n panty over zijn kop. Nou, ze schelt hem gewoon uit. En die ging. En hij ging. Ja, zou ik ook doen. Ja, mooi. Maar goed, maar als vrouw van de burgemeester, hè, in deze publieke functie, wordt er in meegezogen. Hartstikke leuke dingen, heel veel, een aantal nare dingen natuurlijk ook. Daar hebben wij kort over gesproken. Was je goed voorbereid op wat er allemaal op je af zou komen, hè, bij het aanvaarden van dit ambt van jouw man? Dat was er niet, vertelde jij. Maar is er een wens? Nou ja, of zou het goed zijn? Nou, daar hebben wij het inderdaad in het voorgesprekje over gehad. En ik heb het met Mark ook wel eens over gehad. Kijk, mensen die burgemeester worden. Daar heb je zogenaamde burgemeestersklasjes voor. Ja. Die krijgen begeleiding. Die leren in die burgemeestersklasjes over communicatie. En crisisbestrijding. Nou, van alles en nog wat. Ja. Hè? Alles wat op het pad van een burgemeester kan komen. Heel veel vaardigheden. Heel veel vaardigheden. Trainingen. Ja. Ik heb wel eens tegen Mark gezegd, god raar. Dat er voor de partners nou nooit eens een keer iets is. Ja, dat lijkt me dus ook. Ja, dat je eens bij elkaar kunt komen en dat ze gewoon eens vertellen. Dat je ervaringen uit kunt wisselen. Ja, wat zou jou kunnen gebeuren? Of misschien wat do's of don'ts? Hoe beïnvloedt het je leven? Want, ja, maar goed, dat is natuurlijk denk ik toch voor iedereen verschillend. Ja. Ik bedoel, je hebt heel veel verschillende burgemeesters. Ik ken burgemeesters waar de partner... totaal niets meedoet. Ja. Die zegt gewoon, dat is jouw ding. En ik doe daar niet aan mee. Er zijn er bij die overal mee naartoe gaan. Hè? Dus dan heb je twee voor de prijs van één. Zal ik zeggen, dan altijd maar. Ja, dat is en, en partners zoals ik het, denk ik, een beetje doe. Dus daar heb je ook hele grote verschillen in. Maar vooral wat het wil zeggen, denk ik. Hè? Dat daar iets wat meer opleiding... Het zou best leuk zijn, maar... denk ik, dat je... En dat hoeft helemaal niet heel vaak te zijn. Maar dat je gewoon zo in het begin ook zo een twee of drie bijeenkomsten hebt. Ja. Of zo, waarin je even aan de hand genomen wordt. Of dat je ervaring uit kunt wisselen. Dat zou leuk zijn. Ik heb wel het geluk, of althans, we hebben in Brabant, dat is georganiseerd door de provincie, elk jaar een burgemeestersdag. Dat is ontzettend leuk, hè? Zeg maar personeelsfeestje voor de Brabantse burgemeesters met hun partners. Dan ontmoet je elkaar. Ja. We zijn natuurlijk allemaal gelijkgestemd, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Ja. En dat is ook altijd wel leuk. Dan praat je ook wel open met elkaar van, goh, hoe gaat dat bij jou? Ja. Of, ja. En toen Mark burgemeester werd, we hebben dan ook weer kleinere kringen. Zijn toch ook wel partners die zeggen van, oh joh, nou als ze dit, je moet opletten hoor, want dat zijn wel. Dus dat gebeurt ook wel. Ja. Maar het is heel gek dat het er niet echt gewoon is. Nou, ja, je hebt overal netwerkjes voor en allerlei projectjes voor. En bijvoorbeeld ook van wat dan in deze tijd over die bedreigingen. Ja. Hoe doe je dat? Ja. Hoe ga je daarmee om? Deelt je partner het ook? Ja. Kijk, ook daar heb je heel veel verschillen in. Dan hebben mensen vertellen het niet tegen hun partner. Nou, Mark die deelt het gelukkig wel. Ja, zou er niet aan moeten denken dat ik het niet zou weten. Want dan kan ik ook niks. Hè? Dan ben ik ook niet op voorbereid. Ja. Dus ik vind dat prettig om dat wel te weten. Dus wij zijn daar heel open in. Ja. Maar dat soort dingen. Ja, begrijp ik. Hoe was dat bij jouw oma? Had zij contacten met andere dames? Ja, maar
ik niet georganiseerd ook. Nee. Ik bedoel, zij ontmoette andere echtgenoten. Want toen waren het alleen nog maar de vrouwen van. Hè, nooit de mannen van. Maar die ontmoetten ze inderdaad alleen maar tijdens functies of tijdens officiële gelegenheden eigenlijk. Mm-hmm. En ik weet niet of ze iets dergelijks hebben gehad van de dag van de burgemeester. Of dat is onder mevrouw Mai Wegge. Die heeft dat toen op een gegeven moment ingevoerd, zeg maar. En nou ja, dus, dat is altijd wel een hele leuke dag. Ja, dat is zeker hartstikke leuk. Ja, we hebben al heel veel behandeld. Nou, maar we denken dat het bijna moet gaan afronden. Maar ik vroeg me nog wel één ding af. Misschien voor jullie alle twee. Jouw opa was dus burgemeester, minister. Ik heb begrepen dat de vader van jouw opa ook al gemeenteraadslid was. Ja, dat klopt. Ja. Jij bent nu gemeenteraadslid. Ja. Monique, jouw man, is burgemeester. Jouw zoon is raadslid voor de VVD in Tilburg. Zit het in de genen, politiek? Wat denk je? Of komt het door gesprekken en door invloed van enzovoorts? Wat denk jij, Tess? Nou, ik denk dat het dan meer in de genen zit. Want ik heb altijd gezegd dat politiek mij totaal niet interesseerde. En dat was ook echt niet zo. Totdat ik zelf op een andere manier heel erg betrokken raakte bij de gemeenschap waarin ik woonde. En daardoor was mijn interesse voor wat er in zo'n gemeenschap gebeurt heel erg gegroeid. En daardoor ben ik de politiek ingegaan. Dus ik denk dat die interesse in wat er om je heen gebeurt meer een aangeboren ding is. Misschien, ik weet het niet. En daardoor En daar ook een rol in willen spelen. Ja, precies. Ja. En weten wat er aan de hand is en wat er aan de gang is. En hoe je daar. Heeft jouw oma je ook een beetje getriggerd? Pardon? Jouw oma? De verhalen van jouw oma en jouw opa? Dat niet? Nee. Nee, de verhalen van mijn opa zelf hebben mij wel doen denken van, nou, dan kan ik het misschien wel of zo. Dat toen ik daarvoor gevraagd werd, dacht ik van, nou, dezelfde, wat jij net zei, van je vraagt je af van, kan ik het wel eigenlijk? En toen dacht ik, nou, met zo'n opa misschien kan ik het moet wel. Kunnen. Ik weet het niet. Moet kunnen. Dus misschien dat het op die manier wel wat van invloed is geweest. Maar het is niet zo ook dat we thuis heel erg veel altijd over politiek hebben. Dat toch niet? Nee. Nee. En jouw zoon? Nee, bij ons ook niet. Kijk, we hebben wel altijd gezegd van, goh, kijk naar het journaal. Zodat je wel op de hoogte blijft van wat er om je heen gebeurt. Wij zijn alle twee ook altijd wel maatschappelijk betrokken en sociaal actief geweest. Nog. Dat hebben onze kinderen natuurlijk wel meegekregen. Niels, onze oudste zoon, die dus in de gemeenteraad in Tilburg zit. Ja, die zat op het Theresia Lyceum bij jou, Marjolein. Ja. En daar was een debatclub. En hij heeft debatteren ook altijd heel erg leuk gevonden. Hij is daarnaast toen bestuurskunde gaan studeren. Hij vindt het gewoon leuk. En tegen de tijd dat de verkiezingen kwamen en onze kinderen de leeftijd gingen bereiken dat ze ook mochten gaan stemmen. Dan hadden wij het er wel over. Zo. Je volgt het een beetje. Je moet wel een beetje nadenken over hoe dat in de maatschappij allemaal werkt. Maar of Niels dat getriggerd heeft, weet ik niet. Hij vindt het gewoon heel erg leuk om te doen. Hij kan wel met zijn vader sparren natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar dus ook die sociale betrokkenheid. Dat is dan wel weer de rode draad, zullen we maar zeggen. Ja. Niet zozeer de politiek, maar meer de sociale betrokkenheid. Ja, maar dat komt heel vaak dan, als je daarvoor open staat, de politiek uit voort natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat is zo. Wie weet, het bloed kruipt. Of het invloed is of degene, dat weten we niet. Nee. Maar het is wel hartstikke leuk om die lijn te zien in allebei de verschillende verhalen. Gezien de tijd willen we gaan afronden. We zeiden net al tijdens het liedje van Julien Claire, nou, we zouden zo 2-3 uitzendingen kunnen vullen met jullie. Helaas gaat dat niet gebeuren. Ik wil jullie wel heel erg bedanken voor jullie bijdrage aan ons programma. Ik vond het ontzettend leuk om met jullie in gesprek te zijn. Dank jullie wel. Dank je wel. Het laatste kwartier willen wij in gesprek gaan met Simon van Laarhoven. En aan meneer van Laarhoven heb ik gevraagd, mag ik Simon zeggen? En meneer van Laarhoven zei dat, dus ik zeg vanaf nu Simon. Simon. En er gaat even een kleine stoelendans plaatsvinden. Nou, welkom bij ons in de studio. We gaan vooral praten over de passie voor muziek die jij hebt. Hè, je hebt gezongen en je zingt ook nog steeds in verschillende koren. Onder andere in operakoor Crescendo. En vanaf hier, achter deze microfoon, wil ik ook
alle koorleden van dit bijzondere opera koor Crescendo welkom heten. Want volgens mij zitten ze allemaal aan de radio of aan de televisie gekluisterd, omdat ze weten dat jij vanavond hier bent. Ik vermoed wel. En dat je dan dadelijk ook nog twee nummers live ten gehore gaat brengen. En ik weet zeker dat zij thuis staande ovatie zullen leveren. En wij hier sowieso. Ik wil ook wel even het gemengd koor Goorlen vermelden. Nou, dat is nu bij deze gedaan. Het gemengd koor in Goorlen. Welkom. Nou, we hebben hartstikke veel kijkers en luisteraars vanavond. Daar zijn we ontzettend blij mee. Okay. Zometeen gaat u live zingen Ere wie Ere uit de Goolse revue van... Ja, de revue heette Ere wie Ere. Maar het lied is Als de kender om vragen. Het is helemaal in dialect geschreven. Nou, weet u wat? Dan gaan we nu meteen onze oren richten op dit bijzondere lied. En ik draag dit op als eerbetoon aan Huub Hermans. Als de kinderdommen denken, zeg pa waarom. En ik weet het juiste antwoord niet zo vlug. Dan zeg ik voorlopig eerst natuurlijk daarom. En daar kom ik later nog wel eens op terug. En dan ga ik heel ons duidelijk mee hun bekijken. Doe een baan, fan, brees en ga het mee heel het stel. Ik verwen ze en ik voel me een rijke. En dan vraag ik bij de Nieuwkerkse kapel. Lieve Heer, laat me nog heel lang leven. En laat me meedoen tot een allerleste sneek. Dat ik de kender van mijn kender mee kan geven. In Gool te blijven, heel de leven net als ik. En als ze later nog eens over men gaan praten, dan hoorde centen, nee die heet die nooit gehad. Maar we zijn blij mee met die ons heen nog gelaten. Dat is de liefde voor ons balen frutterschat. Ene vroeg me wanneer gaan de meeste trouwen. Toen zei ik, dat is een hele goede vraag. Zei die, of moeten dan eerst een huisje bouwen. Maar dat gaat zo niet van gisteren op vandaag. Dan denk ik, met jou is vader uitgewandeld. Want een nieuw geslacht hangt al aan de bel. En toen fietste ik nog even naar de bossen. En ik brandde nog een kers in de kapel. Lieve Heer, laat men nog heel lang leven. En laat me meedoen tot een allerleste sneek. Dat ik de kinderen van mijn kinderen mee kan geven. In Gool te blijven, heel de leven net als ik. Want als ze later nog eens over men kon praten, dan hoorde centen, nee die heet die nooit gehad. Maar we zijn blij, mee weet die ons heen nog gelaten. Dat is de liefde voor ons balen frutterschat. Dat is de liefde voor ons balen frutterschat. Ja. Fantastisch. Ja. Wat knap ook. Wat kunt u dat nou goed? Ja. Mogen wij zeggen hoe oud u bent? 81, hè? Ja, ik vind, als je 81 bent en je zingt nog zo geweldig. En dan ook a cappella, hè? Zonder verder, dat is echt heel knap. Want het is zo gemakkelijk om naar andere toonsoorten te gaan klimmen of te dalen. Dat is echt hartstikke leuk. Echt heel erg leuk. Fantastisch. Een ode aan Huub Hermans. Wie was die Huub Hermans? Huub Hermans, die deed heel veel met toneelverenigingen en ook hij heeft verschillende revues geschreven. Mm-hmm. En de laatste revue was dan De Stoere. En die revue die noemde ze Ere wie Ere. En Jan, dat was een hele goede speler. Mm-hmm. Met zijn mimiek moest heel de zaal al lachen. En hij speelde goed. En dan speelde Huub Hermans, Jan van Heist, eentje van Verhulst
En dan nog Tisje Santegoets. Maar ja, er zijn er al. Jan is al overleden, Huub is al overleden, Verhulst is al overleden. Alleen Tisje is van nog. Van de hoofdrolspelers dan. Ja, hè? En dan dit mooie refrein, hè? Dan denk en ik moet je het zanggedeelte verzorgen met nog andere mensen. Ja. Nou, en heeft al wel, ik denk wel 8 liedjes voor geschreven, Huub. En ja. Mooie tekst. Ja, en mooie tekst. Mooie tekst. Ja, ja. En u vertelde net iets over de sterken. Zo noemden ze hem. Je hebt een, we hebben een beeldje hè, daarvan. Ja. Waar staat dat precies? Dat staat op de hovel. En sinds wanneer staat dat er? Daar staat er al wel 10 jaar, denk ik. Ja. Bij Albert Heijn. Daarvoor. In, ja, bij Albert Heijn in de hoek van de Intertoys, geloof ik. Die kant. Oh ja. En allerlei andere namen, want ik weet niet of hij... Ja, allemaal hele bekende figuren in Goor. Ja, 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 zeker voor de wat oudere mensen. Heeft u eigenlijk van jongs af aan gezongen, meneer Van Aarel? Ik zong van jongs af aan. Bij ons thuis konden ze allemaal heel goed zingen. Maar ik heb er eigenlijk nooit niks mee gedaan. Totdat ik op een gauw bruiloft heb ik dan ook iets stand te zingen. En god, dan kun je zingen. Ik ben zeker wel bij een koor. Ik zeg nee. Ik durf niet bij een koor. Wat moet ik bij een koor gaan doen? Mm-hmm. En toen was ik al 42. Echt waar? Ja. Ja. En toen ben ik nog lang zeuren. Met José Pijpers, die zong bij Booms toentertijd. Ja. En die zou mijn opkomen halen, want ze moesten een goede tenor hebben. Toen zong ik nog tenor. Mm-hmm. Maar ze was bij Booms weg en toen ben ik bij de operette in Oosterwijk begonnen. Oké. Okay. Daar heb ik 2 jaar gezongen. Toen ben ik van Oosterwijk naar het gemeen koor gekomen. Toen nog onder leiding van Martin Verwoerken. Mm-hmm. En toen ik in de VUT ben gegaan. Want als jongen van 16, 17 jaar zat ik iedere zondag bij de radio. Bel canto, opera muziek. Die heeft me altijd geïnteresseerd. En toen ben ik in de VUT gegaan met mijn 60. Ja. Nou, en die repeteren woensdags morgens. Dus toen kon ik bij die club. En ik heb me aangemeld en nu zing ik daar al 21 jaar. 21 jaar. Ja. En ongelooflijk. Leest u ook noten dan? Of doet u het allemaal op gehoor? Op een uur leer je dat. Ik kan nou voor het notenbeeld zien en de waarde van de noten. En zo, maar à vue zingen is iets anders. Dat is weer anders, hè? Dat is iets anders. Maar ja. Ik kan wel noten lezen. Ja, ja. Ja. En echt aldoende geleerd? Of ja, aldoende. Hebt u ook echt les gehad? Ik heb al zangles gehad, maar er kwamen geen noten aan te passen. Nee. Dat is gebruik van de stem. Ja, van wie heeft u die les gehad? Van... Jij zult ze waarschijnlijk wel kennen. Sandra van Loon. Een dochter van Jan van Loon. Ja? Een docent van de Mill Hill. Oh, ja, zie je. Daarom denk ik dat ik die naam ergens wel ken. Zou kennen. En u zingt thuis natuurlijk ook hartstikke veel. Nooit. Rietje zegt altijd, vroeger deed dat wel. Rietje zegt altijd, je zingt nooit thuis. Om te oefenen of zo. Is dat niet nodig dan? Ik denk altijd, als je in een koor zingt, jullie zingen zelf, geven vaak optredens. Ja. Ja, ik zou denken, voor die optredens moet je toch oefenen, maar dan is de repetitie met het koor voldoende. Ja, dat is voor mij voldoende. Ik pik alles heel vlug op. Ik heb zelfs verschillende operastukken die zing ik uit mijn hoofd. Geweldig. Al is het Italiaans. Ik weet al niet wat ik zing, maar... Nee. Maar het is echt wel het juiste gevoel in. Ja, ja, dat doe ik. Ja, dat is wel leuk. Nou, dat wil ik toch wel weten. Want dat Italiaans, daar gaan we dadelijk ook iets van horen. Daar zeg ik nog niet wat. Maar hoe krijgt u dat dan onder de knie? Ja, dat is natuurlijk natuurtalent, zeggen ze dan. Dat denk ik wel. Nee, want je moet ook die klanken doen. Maar je moet ook nog een bepaalde beleving daarmee hebben. Ik heb altijd wel een gevoel erin kunnen leggen. Ja. Aan de melodie. En dan voel ik al wettig... speelt in zo'n nummer. En ik neem aan dat ook wordt uitgelegd waar het over gaat. De dirigent legt wel het verhaal in grote lijnen. Ja. Dat scheelt. Ja. Ja. U hebt niet alleen altijd in koren gezongen, maar ik herinner me dat u ook wel eens met Ger Rodenburg... Ja, we hebben 10 jaar... met een duo mannen, hebt gevormd. Ja, met Ger, we hebben ook een mannenkwartet gehad, wel 10 jaar. Ja. Met Ger Rodenburg, Willem Krins, Jacques Heren en ik, zei de gek. En veel opgetreden. 10 jaar dan alles a cappella. Mm-hmm. Klassiek, modern, barbershops. Mm-hmm. En trad u veel op? Ja. Trad u veel op? Regelmatig ook, bij recepties en zo. En bij de log zijn we verschillende keren geweest toen. Ja, dat weet ik nog. Ja. En, dat opera... en ik heb ook met mijn broers en nog 4 anderen, heb ik ook nog meegedaan aan de
Talentenjacht. Talentenjacht. Ik weet niet of jullie dat nog kennen, rodeo. Nee, ja, ik niet. Ja, rodeo. Ja, 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 ja. Dat was een grote ronde schijf. En dan stonden we te zingen en de juryleden hadden allemaal zo'n touwtje in. Als ze aan dat touwtje was trokken. Was dat op tv? Ja, dat was op tv, rechtstreeks. Ja. Dan trokken ze aan een touwtje en dan ging die... Ik ben een huisman, die begon toen. Ja, dat was voor die tijd al. En dan ging die schijf draaien totdat je uit het zicht verdween, eruit was. Maar dan was er een man, die wou het nog wel even horen, dus je trok hem. Toen stond die schijf weer stil. Ach, wel leuk. En toen zijn we toch tweede geworden. Zo? Van de acht. Maar dat is netjes. Dat is netjes. Beroep niet van kunnen maken of wilde u dat niet? Nee. Nee? Door de kast moet je verdienen, dat was in die tijd natuurlijk. Dat was niet mogelijk. Nee, nee. Nee, dat niet. Hoe groot is het operakoor? Ik denk nu nog 45, 45 mensen. En dat is gemengd ook, neem ik aan? Ja, ja. En zingt u daar ook de solo's? Dan zing ik de baritonsolo's. Oké. Ja. En ook duetten? Komt wel eens voor, ja. En wat vindt u het leukste om te doen? Solo of samen met anderen of juist zo'n duet? Ik solo. Ja? Maar dan met koor, hè? Dus want dat wisselt dan geregeld. Tuurlijk. Ja. Mm-hmm. Ja. Wat vindt u daar zo fijn aan? Die samenwerking met elkaar. Ja. En te horen dat er echt muziek uitkomt. Ja. Ja, dat herken ik zelf. Ik heb eens ooit in een bandje gezeten. Het was een heel ander genre. Maar daar had ik wel heel veel lol in. Mijn zonen hebben ook altijd in een band gespeeld. Ja. Kennen jullie Renegade? Ja, wie ben ik een zoon? Ach. William en Joost. Ach. Ja, de drummer en de gitarist-zanger. Ja, die ken ik. Dat is wel muziek in de familie dan. We hadden net politiek in de familie. Oh, maar dan bij dan snap ik waarom zijn we muziek in de familie. Maar die maakt al de mil heel aan muziek. En nu zijn ze ook 52 en 53. Ja. Dus die maken al 40 jaar muziek. Ja. Ja. Oh, en die zijn ook hartstikke leuk. Die zijn ook heel goed. Ja, maar nou, u zei ook al. Oh, die gaan we ook een keer uitnodigen. Nee, ze zijn mee gestopt. Ze hebben het laatste concert gegeven bij Brahms. Voor de kerst is dat. En de toetsenist is gestopt. Die gaat ook niet meer. Nee. Dus het ligt nou stil. Maar u stopt niet. In ieder geval. Tot de laatste snik heb tot ik niet van het snik, gehoord. Hè? Dus daar houden we er wel in. Dat wil ik in ieder geval wel me voornemen. U wil dadelijk ook... Nou zeg ik toch maar u. Ik wil niks. Ja. Nee, jawel. Ik denk dat het hartstikke leuk is. Want het laatste lied dat jij gaat zingen is van Luciano Pavarotti. Ja, hè? Hij zingt het heel vaak in ieder geval. Ja. Moet u zelf eventjes dan, of moet je zelf eventjes de titel noemen? Want uw Italiaans is veel beter dan de mijne. Torna a Sorrento. En waarom kiest hij juist voor dit omdat nummer? Omdat het een heel mooi nummer is. Vertel eens, waarom? Ja. Wat spreekt jou daar zo in aan? Dat je toch weer terugkomt in Torriento, of hoe noemen ze dat? In ieder geval, hij is weggegaan en is je weer teruggekomen. Torna a Sorrento. Meer kan ik er niet van zeggen. Terug naar de plaats. Terug naar Sorrento. En ook in dit nummer, in deze melodie... Ja, die muziek zegt eigenlijk, hè, als je het gaat horen en als de luisteraar dadelijk hoort, dan... Zal ze mogelijk proberen te doen, hoor. Natuurlijk. Helemaal zenuwachtig van jullie. Nou, dan ga ik nu meteen mijn mond houden, want volgens mij gaat dit heel erg mooi klinken. Oké. Okay. Is voor u, de microfoon. Video mare quanto bello, spiritanto sentimente. Come tua chi tiene mente, caschetta tu fai su là. Guarda qua che stu giardino, c'ente si sti schioro danze. Dopo tu fumo a svivino, dinto core se ne va. E tu dici portami Dio, ta lontana da stu core, da sta pella dell'amore, tieno core non torna, ma non me la sa. Non dorme, non storiento, torna sorriento, fammi campa e tu.
tu dici porta Dio, ta lontana da stu core, da sta tela dell'amore. Tieno core nun tu renna, ma nun me la sa, nun darme nun suriento, torna suriento, famme campa. Dan zal uw koor trots op u zijn en uw familie ook, denk ik. Want het is echt geweldig, hoor. Het koor zijn ze wel blij met mij. Ja, ja. Mag helemaal niet weg. Dan mogen ze ook zeker zijn. En oh, wat een volume. En gewoon zittend op een stoel. Dat heb ik ondertussen stiekem wel, ja. Want ik wilde eigenlijk zeggen, degene die alleen maar luisteren. Ja, maar goed, geen brede borsten. En nee, het gaat om de techniek, hè? Het gebruik van de stem. En de ademhaling vanuit de buik. En ja, een klein beetje dicht, ik vind het... Fantastisch. Ongelooflijk. Ja. Ja. En ik heb een godsvrouwke. Ja, ja, want u bent zelf niet in Tilburg. Ja, toen Tilburg. Ik hier kwam, was hier nog een achtergebleven gebied. Oh, dus dat is meteen rechtgetrokken toen. Ja, 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 ja. En hoe lang is dat geleden? Nee, ik ben hier in 58 heb ik Rietje leren kennen. Ja. En toen ook hierheen gekomen voor haar? Of, ja, natuurlijk. Ja? Ik ben 6 jaar op en neer gefietst en gebromd. Dat was maar genoeg, hè? Ja. Ja. Nou, en toen zijn we getrouwd. En waar ben ik ingetrouwd? In Casa di Razo, hoe heet dat restaurant nu? Ja, Di Renzo. Oh, ja? Casa di Renzo. Daar heb ik 2 jaar ingewoond. Oh ja. Nou. Toen bij mevrouw Van Bezouw. Oké. Okay. Ja. Dat was de tweede vrouw van Jan Van Bezouw. Ja, ja, ja. We hebben 2 jaar ingewoond. Nou, dat was een mooie locatie. En in die tijd heb ik mijn huis op de spoorbaan gebouwd in de vrije huren. Oh ja. Zelf, zo, ook nog. Ja, ja, met behulp van een tweekapper. Ja, ja. Met Van Bokstel. Oké, okay, en u voelt zich nou wel een echte Gools. Een oom van Henk Van Bokstel, die kennen we al. Ja, die is hier ook wel eens ooit aan de havel geweest. Ja, maar u bent inmiddels wel een echte Goolse geworden. Ik denk het wel, we zijn al 55 jaar getrouwd dus. Ja, 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 die maar ze zeggen, als je hier niet geboren bent. Ons William is in de villa geboren. Oké, okay, ja. Dat wel. Ja. Nou, fantastisch. Nou, ik hoop in ieder geval dat u nog heel lang door blijft zingen. En dat we nog heel lang van u kunnen genieten. Dat hoop ik ook. Ik ga anders over de hovel lopen, want ik ga het beeldje nu... Goed bekijken. Goed bekijken. Dat is toch stom, hè, dat je daar dan normaal gesproken... Moet eens goed naar de... Naar zijn gelaat kijken, die mimiek die erin zit. Ja, want dat vertelde u. Die was heel bijzonder, want als die al opkwam, dan had hij de zaal al te pakken. Ik heb een DVD van die revue. Ja, en volgens mij is die hier al eens een keertje. Die moet bij de log aanwezig zijn. Ja, nou, we hebben hem nog, hoor. We houden hem warm, die DVD. Dus die zit bij ons in ieder geval in het archief, dus die kunnen we er zo bij gaan halen, als ze dat nodig vinden. Ik vond het hartstikke leuk om hier te mogen komen en... Nou, wij vonden het geweldig. Wij hebben ervan genoten. Dank u wel. Dank u wel. We keken of luisterden het afgelopen uur naar Goolse Kringen, het logprogramma over samenleving en politiek. Met vandaag als gasten Monique van Stappershoef, Tess van de Wiel en Simon van Laarhoven. Goni Sperman en ikzelf, Marjolein Kuppers, presenteerden. Ludwig Tanneboom, Wilfried van Zon verzorgde techniek. En Wil van der Kruis was eindredacteur. Op 27 januari 2020 is het 75 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Naar aanleiding daarvan praat Jan van Eyck volgende week over de jodenvervolging in Goorlen en Tilburg. Jos van Wezel zal in diezelfde uitzending vertellen over zijn eigen gemaakte DVD die is uitgebracht. Hij schreef daar teksten en liedjes die hij in het verleden heeft geschreven en die staan nu allemaal verzameld op die DVD. En hij gaat erover praten en ik hoop dat hij ook iets ten horen gaat brengen. En dan net zo goed als u dat net deed, meneer Van Laarhoven. Ja, zingt heel graag. Oh, dat is maar goed. Zingt anders. Nou, dan denk ik dat iedereen sowieso volgende week weer moet En die is nog ietsje ouder zelfs. Die is wel leuk, maar Jos is al 92. Ja. Och. Nou, iedereen stemt wel heel interessant. Iedereen stemt volgende week af in ieder geval
op Goolse Kringen. Want dat waren niet de enige de enige gasten. Ik ben er een beetje vanaf. Corné de Rooy, Menno Jansen en Frans Verdongen praten over de plannen om te gaan bouwen voor senioren en jongeren in Riel. Onder andere via een CPO-project. Dit allemaal in Goolse Kringen volgende week, 22 januari. Zelfde tijd, andere presentatoren, maar wel zeer interessante gasten. Zoals u van ons gewend bent. Dank u wel.